Volgens mij wordt mijn huis echt een kersthuis als ik later op mezelf woon. En dat zijn deze kerstballen. Ik zal ze even als oorbel zo. Je kunt dus niet deze trui aandoen zonder dat hij lampjes heeft. En voor 89 cent, hè? Ja. Dat. Hoi! En leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Zoals je wel kan zien, ik ben vandaag een beetje happy. Want ik kan deze video opnemen en ik heb een bed herdé. Dus ik heb gewoon een bed opgedaan. En de zon doet hierachter irritant, maar daar kan ik niks aan doen. Dus don't worry about it. We gaan vandaag een mega kerstshopvlog doen van de Action. Ik heb hier dus één grote tas. En ik heb hier nog allemaal spullen. En ik heb gewoon veel te veel gekocht. Maar je kent me. Ik hou van kerst. Ik hou van shoppen. You know the drill. Oké, doe vast het duimpje omhoog en dan gaan we gauw beginnen. Ik ga gewoon random stuff pakken. Want ja, er zit gewoon geen logica in alles wat ik heb gekocht. Dus ik begin met inpakpapier voor de kerst. Ik heb één rol met zwart glitterig ding en eentje roze rosé goud. Ik zag deze ook al bij Britney voorbij komen. Ik had hem letterlijk dezelfde dag gekocht. En ik had echt iets van, oh my god Brit, we houden van hetzelfde. Dit is het. Echt heel tof. Oh, overbelicht. Oké. Dit dus. Echt heel mooi glitterig papier. Ze hadden trouwens ook nog een gouden, maar die vond ik dan weer het minst van de drie. Dus ik dacht, dit kan ook het hele jaar door en voor de kerst. Dus I took them. Die waren 1,19 per stuk. Ga ik maar gelijk verder met het volgende grote ding. En dat is deze. Dit is dus een kerstster die je zo neer kan zetten. Ik vind hem heel erg tof. Hij past echt perfect in de sfeer hier, zoals je kan zien. Dus ik zag hem al helemaal voor me naast de tv of iets dergelijks. Het prijsje staat vast niet hierop. Nee, eens zien. Hij kost €5,95. Wat ik op zich voor de Action een wat duurdere prijs vind. Maar alsnog voor kerstdecoratie natuurlijk helemaal niks. Want als je bij de intratuin of zo gaat, dan kost het echt het vijfdubbele. Dus deze vond ik heel erg tof. Ik ga het uit de tas grabbelen. En het eerste dat ik eruit haal is, oh my god, deze onwijs leuke kerstbal. Moet je kijken. Oké, de softboxen maken dit wel als dit. Oké, het is echt zo'n heel schattig ouderwets autootje. Het is helaas geen eend. Mijn moeder heeft een eend en ik hoopte echt dat ik een eend kon vinden. Maar goed, die hadden ze niet. Dus ik heb voor deze gekozen. Ook een ouderwets kevertje of zo. Nee, het is ook geen kever. Geen idee. Gewoon een oud autootje met dus een kerstboom erop. En het is dus een kerstbal voor in de boom. Ze hadden bij het filiaal waar ik was ook nog met groene autootjes. Maar het was echt zo'n hele lelijke felgroene kleur. Sorry als je het mooi vindt. Maar ik vond deze dus het leuk. Ze hadden verschillende soorten autootjes. Helaas is het geen eend. En deze kost €2,49. Dan heb ik twee hele leuke doosjes. Als eerste deze. Hier kan je dus een leuke doosje in doen. Ze gaan best wel moeizaam open trouwens. Maar je kunt dus best wel veel erin kwijt. Er ligt nog zo'n vochtdingetje in. Maar goed, die moet ik nog even uithalen. Vond ik heel erg leuk om deze zo onder de kerstboom te zetten. En daarnaast heb ik dus ook nog deze variant. En die heeft dus aan de zijkant allemaal kerstboompjes, klokjes, sneeuwvlokjes, rendiertjes. En aan de bovenkant staat een rendier. Dus deze twee heb ik gekocht voor onder de kerstboom. Ze zijn €1,69 per stuk. Dan heb ik hier een setje met cadeaulabels. Vond ik wel zo leuk voor aan de cadeautjes. En dit zijn dus gouden varianten. Je had ook volgens mij rosé goud en zwart. En ze hadden heel veel varianten. Sorry voor het continu wissende licht. Ik heb alle gordijnen dicht tegen de zon. En mijn softbox aan. En alsnog verandert het licht continu. Dus ik kan er een beetje weinig aan veranderen. Sorry. Hoop dat jullie er doorheen kunnen kijken. En gewoon kunnen genieten van de kerstspulletjes. Dit is in ieder geval een setje met 16 cadeaulabels. Leek me wel genoeg. En die kost €0,79. Dan kocht ik voor €4,99 dit. En je zult wel denken, wat de hel is dit, Irina? Ik zal hem maar even uithalen. Ze hadden er helaas nog maar eentje bij het video waar ik was. Of tenminste waar ik de eerste keer was. En de tweede keer hadden ze helemaal niks. Ik ben namelijk diegene die letterlijk met twee filialen is geweest. Maar dit is dus een hele grote lichtbal. Met dus aan de binnenkant een knopje wat je om kan zetten. En dan gaan al deze lampjes aan. Echt onwijs schattig. Die kan je dus ergens ophangen. Maar je kunt hem ook ergens misschien wel neerleggen of zo. Ik vind hem heel erg tof. Ik heb nog geen idee waar ik het neer ga zetten. Of hangen of wat dan ook. Maar ik vond hem zo leuk. Als ze er meerdere hadden gehad, had ik ze misschien wel 5 of zo gekocht voor boven mijn bed. Want ik vind het ook wel tof voor het hele jaar door. Maar oké, deze dus. Dan heb ik hier een set met 2 van dit soort houten kerstboompjes. Je kunt ze dus uit elkaar halen. Je kunt ze in elkaar zetten. Je kunt hierin dan weer versiering zetten. Ik vond ze heel erg tof. Ja, ik weet niet. Het valt jullie vast al op dat ik alles tof vind. En ik dacht dus, deze gaan per 2. Dus ik neem er 2. En toen stond er op mijn bon ineens kerstboomsterhout €3,49 en kerstboomsterhout €2,79. Dus ik denk dat je gewoon toch per 1 betaalt. Dus mocht je ze zien liggen, je kunt er gewoon ook eentje halen.
Ik dacht, ik vind ze leuk met z'n tweeën, dus ik vind het niet zo erg. Maar ja, heel erg tof. Ik weet nog niet precies waar, maar ik vind overal wel een plekje voor. Volgens mij wordt mijn huis echt een kersthuis als ik later op mezelf woon. Maar goed. Ik heb dus echt al jaren zo'n klein kerstboompje. Weet je wel, zo'n heel klein formaatje. Wat je dan op de tafel kan neerzetten of zo. Omdat er gewoon geen grote kerstboom in mijn kamer paste vroeger. En daarvoor had ik alleen maar best wel lelijke rode ballen. Die ik eigenlijk gewoon niet meer mooi vond. En daardoor zet ik het kerstboompje ook al jaren niet meer neer. Toen kwam ik deze tegen bij de Action. En dit zijn echt hele kleine formaatjes met zilveren, gouden en zwarte en witte balletjes. Deze kosten 1,62 per setje. Ik hoop dat ze niet te klein gaan zijn, maar goed. Nu kan ik in ieder geval het kerstboompje weer gaan opzetten. Want ja, ik had zoiets van hij ligt er. Het is zonde. Ik kan hem gewoon neerzetten, maar ik gebruik hem niet. Dus toen ik deze tegenkwam, had ik zoiets van ja, weet je, ze kosten helemaal niks. Oké, ze kosten wel iets, maar goed. Hè? Ik dacht, ik neem ze mee, dus ik kan weer een klein kerstboompje opzetten. Iets waarvan ik precies weet waar ik hem neer ga zetten, in plaats van geen idee. Dat is deze kerstkrans. En die heeft dus in het midden zo'n plek voor een kaars. En deze past ook perfect hier zo beneden, vond ik. Ja, hij is 6,95, ook weer wat prijziger. Maar goed, als je ergens bij de Ranzijn of de Intratuin of wat dan ook een kerststukje koopt voor op tafel, kost het je echt 20, 30, soms 40, 50 euro. En deze kost dus zeg maar 7. Hij heeft allemaal leuke dennenappels, sterretjes, kerstballen. Hier kan dus een leuke kaars in. Ik wil eigenlijk een lekkere geurkaars. Maar ja, mijn moeder houdt niet van geurkaarsen. Don't ask me why. Maar goed, dit wordt dus echt heel erg tof. Ik denk dat ook een mooie rode kaars of juist zo'n geel wat dan hier zo bij past heel erg mooi gaat staan. Dus die komt hier zo op de salontafel. Dan had ik een paar kerstballen gezien die ik gewoon niet kon laten liggen. Dat is ook de reden waarom ik later nog naar een ander filiaal ben geweest. Want daar had ik ze dus echt al een maand terug zien liggen. En toen was ik bij de Erksen gaan shoppen. En die had ze dus niet. Dus toen ben ik later nog naar het andere filiaal geweest om ze alsnog te halen. En dat zijn deze kerstballen. Ik zal ze even als oorbel zo. Nee, toch niet. Ze zijn 99 cent per stuk. En er staan dus van dit soort mooie dingen op. Op de bon staat een kerstbal pauw slash oog. Nou, dat is wel een beetje de omschrijving die ik het ook zou geven, denk ik. En ik heb ze dus in twee verschillende kleuren meegenomen. Dit past perfect in onze kerstboom. We hebben allemaal zilver en groen in onze kerstboom. Zou je misschien niet verwachten als je dat hier zo ziet met alle warme kleuren en dan een koele kleur kerstboom. Maar ik dacht, dit past er perfect in en ik vond ze gewoon echt heel erg mooi. Dan heb ik hier iets. Het kost 8,95. Ik heb mijn schompens gezocht naar een leuke, maar ik heb een foute kersttrui gevonden. Hij komt officieel van de mannen. Hij heeft dus ook echt lampjes en ik had in eerste instantie zoiets, want hij gaat continu af. Dus iets van, hoe de fuck zet ik het uit? En toen bleek dus, we hebben hem helemaal uit de verpakking gehaald en vervolgens was netjes erin voor deze shoplog, dat het ding op beweging gaat. Dus als hij stil ligt, dan gaat hij niet af. Maar je kunt dus niet deze trui aandoen zonder dat hij lampjes heeft. Ik zal hem even voor jullie uit de verpakking halen, zodat jullie het goed kunnen zien. Dit is hem namelijk. Echt een hele toffe rode kersttrui met een hele slechte, foute kerstboom erop. Met knipperende lampjes op drie plekken. En onderaan nog van die sneeuwvlokjes en dingetjes. En oh, ik ga deze volgens mij in de helft van mijn kerstvideo's aan hebben, dat jullie dat alvast even weten. Maar hoe leuk is dit? Hij geeft dus lampjes. Ja, het is een L trouwens, wat van de mannenafdeling al redelijk groot is. Ze hadden ook nog een XXL en een XL. Dus de kleinste was een L. Ik dacht, nou, dan maar lekker oversized. Nog oversized, zo leek me een beetje overdreven. Maar ik ga deze volgens mij echt, ik ga hier in leven in de decembermaand. Dus ja, deze. Dan even iets heel erg kleins en dat is deze set met washi tapejes. Deze kostte 89 cent en er zitten dus vier verschillende kerstwashi-tapejes in. Als die wil scherpstellen tenminste. Het is een beetje lastig te zien door mijn softboxen, maar ik ging voornamelijk voor die. Met de rendiertjes en zo allemaal erop. Ja, I love it. Ik hou gewoon van mijn bullet journal dingen. Dus ik zag deze en ik dacht van ja, weet je, ik ga vast een kerstthema doen. Hebben jullie waarschijnlijk al gezien deze maand. Maar ja, ik heb al wel allemaal kerstwashi-tapejes, maar kon deze toch niet laten liggen. En voor 89 cent, hè, ja. Dan heb ik hier het cutste schaaltje ooit. Dit is er dus eentje met echt een heel schattig sneeuwpoppetje. Hij kost 1,52 en ik zag deze al helemaal voor me om lekker nootjes uit te eten of iets lekkers op te serveren. Of gewoon alleen al voor een Instagram foto vind ik deze geweldig. Sorry, that's me. Maar ja, ik vond hem zo leuk. Ze hadden nog andere varianten, maar ik vond deze gewoon het leukst. Ze hadden trouwens ook nog mokken, maar die hadden dan geen handvat. Dus dat vind ik nooit zo praktisch. En ze waren te klein als echt soepkom. Dus ik heb het bij deze gehouden en niet ook nog de sneeuw, de pinguïn meegenomen en weet ik het wat. Ja, ik had al genoeg gekocht. Dus deze. Het eind komt in zicht, jongens. We hebben hierna nog drie dingen. Waarom we deze niet? Dit is nummer 4 en dit zijn dus
van die schattige knijpertjes met lampjes, zeg maar. En een lampjesnoer, daar zitten dan knijpertjes aan. Dit is een gouden variant. En die kun je dus zo ophangen. Zoiets dergelijks. En ik dacht dus, we hadden altijd onze kerstkaarten, als je me al langer volgt en mijn vlog ziet. We hadden de kerstkaarten hier boven de kast hangen. En dat hebben we dus niet meer nu. En ik dacht dus van, hey mam, we moeten nog een andere manier verzinnen. Kunnen we niet zo'n leuk snoertje ergens ophangen? En mijn moeder had zoiets van, ja, ik weet het niet, want dan moet je weer ergens boren. En dat je het ziet van, nou, het kan vast ook wel met iets van tape. Of weet ik het wat, waarmee je het vast kan plakken. Of van dat kneedgum of zo, waarmee ook ding ophangt. Ze gaat het gewoon proberen. Ze kosten namelijk echt niet zoveel. Dus ik dacht, het is best wel de moeite waard. Kosten namelijk 1,99. Dat is echt een ramp, want ik heb dus twee verschillende bonnetjes. Maar 1,99, ik dacht, het is wel de moeite waard om het te proberen. Kunnen we alle kerstkaarten die we krijgen hier aan ophangen. Over kerstkaarten gesproken, het lijkt mij heel erg leuk om dit jaar een aantal kerstkaartjes te sturen naar een aantal van jullie. Dus mocht je dat nou leuk vinden, stuur me dan even een direct message op Instagram. Mijn Instagram staat hier beneden gelinkt. Daar kun je me even een privéberichtje sturen en dan kan je even je adres doorgeven en zo. En dan krijg jij misschien wel een kerstkaartje van mij. Lijkt me heel erg leuk. En ja, lijkt me gewoon heel erg leuk om te doen. Dus stuur me eventjes een berichtje. Voor 1,99, ik herhaal 1,99, kocht ik deze onwijs leuke glaasjes. Dit zijn er dus drie. Ik hoop dat je het een beetje kan zien ondanks de lampen. Hier zit dus een heel leuk rendiertje op met een tekst en nog meer tekst. Ik vond deze heel erg leuk, ook weer gewoon om wat uit te drinken. Hier dus een rendier met Hello Dear. Hier It's a Sparkling Day en hier Jingle. Ja, ik vond ze gewoon heel erg leuk. Kan je lekker je drinken uitdrinken. Tenminste, als je een keer gewoon water drinkt of limonade of weet ik het, ijsthee is niet heel winters. Maar goed, ja, ik vond ze gewoon te schattig om te laten liggen en voor 1,99. Kom op, I need this. En dan heb ik hier zo een heel erg leuk lantaarntje voor 3,99. Met hier zo dus een kerstboom en een rendier. Hier gaan we allemaal kerstboompjes. En dan heb je hier weer hetzelfde. En hier weer hetzelfde. Die kun je dus ergens neerzetten. Aan de onderkant zitten batterijtjes en zo. Dus je hoeft er niet eens een kaarsje in te doen. En dan kun je hem neerzetten. En mij lijkt het dus zo leuk om deze 's avonds gewoon te branden. Of branden aan te zetten. En dat je dan op de muur dus al deze dingen ziet gaan verschijnen. Dat lijkt mij dus het leuke hieraan. Ik ga hem ergens gewoon in een hoekje neerzetten. En dan zie je straks zo een rendier en een kerstboom op je muur staan. Ik zie het al helemaal voor me, dus ja, ik wil hem gewoon graag hebben. En als laatste, nou ja, naast al het kerstsnoep en zo dat ik heb gehaald voor de snoepproefvideo, die jullie misschien al hebben gezien, misschien nog niet, maar die komt er in ieder geval dan ook nog aan, heb ik ook nog dit onwijs leuke vosje. Dit is gewoon decoratie natuurlijk, maar ik vond hem zo leuk. Ja, ik hou niet van dingen die helemaal geluid gaan maken en zo, maar ik vond dit echt heel schattig. Hij heeft ook echt een pluizig staartje en verder zit hij dus onder de nep sneeuw. Je moet wel voorzichtig zijn, want ik zag op de kassa al dat allemaal glittertjes en dingetjes hadden losgelaten. Maar kijk nou hoe cute. Volgens mij wil hij ook gewoon niet scherp stellen. Kijk, dit is hem. Heel erg leuk. En deze kostte €1,88. Dat was dan alles wat ik heb gekocht. As I said, het was een beetje te veel. Maar goed, hè, ik hou nou eenmaal van kerst. Ik hou nou eenmaal van shoppen. Af en toe moet het kunnen, zou ik zeggen. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Laat vooral weten welk item dat ik heb gekocht jouw favoriet was hieronder in de reacties. Doe natuurlijk nog even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. Het is helemaal gratis en je helpt mij er heel erg mee. En ja, dan zie ik je graag terug bij een volgende video. Doei doei!